Als jij als deelnemer meedoet aan een vergadering, wil je weten, besteed ik mijn tijd goed en ga ik wel resultaat halen? Ofwel, is dit de juiste vergadering voor mij? Wij gaan je haarfijn uitleggen hoe je daaruit kan komen, ook wanneer je weer weg kan. En hoe je dat resultaat ook vasthoudt als je dan weer terug gaat aan je werk. Want anders is de vergadering gewoon koffie drinken. En er zijn veel leukere manieren om koffie te drinken. Iedereen die wel eens een vergadering organiseert, denkt, hoe doe ik dat en hoe doe ik het goed? En eigenlijk bedoel je dan te denken, hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen die ik in mijn vergadering heb, hoe zorg ik ervoor dat die gelukkig worden? In ons boek geven we je handvatten daarvoor. We hebben een model, het aandachtsmodel, met daarin een aantal elementen waaraan je aandacht kan geven. En als jij die elementen voldoende implementeert, dan weet ik zeker dat al jouw vergaderingen goed zullen gaan en dat iedereen in jouw vergaderingen gelukkig zal worden. En in het boek nemen we je ook mee hoe je een vergadering dan goed kunt laten verlopen. Wij noemen dat vergaderverloop. Dat kent een start, een proces en het aanjagen. Want na de vergadering, dan begint het pas. Dan wordt het echt leuk. En we hebben het over het vergadercanvas. Hiermee kun je ideaal je vergadering ontwerpen, maar je kunt hem ook analyseren ermee en verbeteren. Dat is leuk natuurlijk. En we hebben het over het manifest. En daarin leg je samen vast de afspraken die je samen maakt over hoe je met elkaar omgaat als je gaat vergaderen. Dan weet ik ook zeker dat jullie ook heel gelukkig gaan vergaderen. Ja, ik ga mee, jongens. Je bent te laat.